Yo mensen, vandaag gaan we het hebben over wat er allemaal gaande is bij Team SW. Maar dat zien jullie allemaal achter de intro. Yo mensen, het is je boy Dylan hier. Weer terug met een nieuwe video, live gemaakt van hier uit mijn kamer, met de vlag van Belgium erachter natuurlijk. Maar daarvoor zijn we niet naar deze video gekomen. Ik ga dus uitleggen wat er gebeurd is met het Team SW. Wat er zeker gaat komen. Ik en Sven hebben dus in de video, een paar dagen terug online gekomen is, maandag 13e online gekomen is, met de nieuwe intro mensen. De intro die Sven Wilkens heeft gemaakt, die is een heel goede intro. Thanks Sven voor dat te doen. Maar wat we dus gaan doen nu, is kijken naar wat er nog kan gebeuren met het Team SW. Team SW is dus uiteen, die al weten. Team SW is dus uiteen, zoals, ja, wij zijn niet natuurlijk dagelijks HD van Nederland, hè. Of, ja. Maar wij proberen ook wel het dagelijks HD te worden. Maar dan moeten we eigenlijk YouTubers hebben die, ja, maar we bekijken, ik en Sven bekijken wel wie dat er geschikt voor is en wie dat er kan uitkomen. En ja, sowieso, ik en Sven blijven rolmodellen. Wij blijven sowieso bij Team SW. We hebben ook in die video gezegd, maar ja, met YouTube doen, dat ieder lid van Team SW heeft ook zijn eigen YouTube kanaal. Bijvoorbeeld, Sven heeft een YouTube kanaal. Sven gaat ook beginnen met muziek waarschijnlijk. Ik heb een YouTube kanaal, ik upload niet zoveel meer, maar ik ga beginnen met weekvlogs. Wat houdt dat in? Dat er dus een weekvlog. Iedere week komt er een vlog. Maar dan moet ik die doorsturen naar Sven voor de intro erin te zetten en zo. Maar mensen, jullie weten het. Ik ga zoveel mogelijk eens proberen te maken voor jullie. Ook al gaat het niet lukken. Maar nu woensdag, de 15e augustus, heb ik veel tijd om een video te maken. Dus dan doe ik dat ook. Ik ga sowieso veel video's maken op die dag. Dus dan per dag doorsturen. En ik stuur ze online. En ja, zoals jullie al weten, de nieuwe intro. Wat vinden jullie eigenlijk van de intro? Ik vind hem heel top. De intro is magnifiek. Thanks Sven voor dit voor mij te maken. Morgen is het werkendag voor mij. En ja, werkendag moet ik dus gaan doen. Moet dus gaan werken in een rusthuis, dat jullie wel weten. En als het Leuven kermis is. Alleen de jaarmarkt in Leuven valt dit jaar op 3 september. Er zijn veel mensen die dan naar school moeten gaan. Ik moet niet meer naar school. Ik kan naar de jaarmarkt in Leuven. Dat ga ik niet doen. Waarom niet? Zat de boel. Dus ik ga waarschijnlijk dan video's maken voor jullie. Zijn het hier niet? Zijn het in Tiene? We weten het nog niet. Ik weet het nog niet. Maar ik heb nog een paar weken voor dat na te denken. En waarschijnlijk ga ik sowieso de Q&A uploaden. Binnenkort. Sven gaat die nog editen. En ja, ik moet screenshots doorsturen van de vragen en zo. Dat ik hem die eronder kan plakken. Maar mensen, ik hou jullie up to date. En zoals ik altijd zeg, ja, doei!